En toen werd het heel stil. Verbazingwekkend dat dat toch iedere keer weer gebeurt. Ik heet u als voorzitter van het bestuur van de Woutertje, Stichting Woutertje Pieterse Prijs. Hartelijk welkom bij deze 26e uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs. 26, het is bijna niet te bevatten, maar het is wel zo. Allereerst wil ik het... Ik ga nu mijn bril opzetten. Allereerst wil ik de jury heel hartelijk welkom heten. De jury is dit jaar onder voorzitterschap van Hanneke Groenteman, programmamaker, journalist, van start gegaan. Verder in de jury Kees het Hart, schrijver. Jaap Friso, communicatieadviseur. Leentje van Weerdem, grafisch ontwerper. En Vanessa Joze, onderzoeker en docent jeugdliteratuur aan de Universiteit van Antwerpen en Tilburg. De jury heeft dit jaar tussen 1 januari, althans de boeken die tussen 1 januari en 31 december verschenen zijn, 2012, beoordeeld. De uitgever stuurde meer dan 125 titels in, maar daar zal Hanneke Groenteman u straks veel meer over vertellen. Natuurlijk een heel hartelijk welkom voor onze sponsor, het Lirafonds. Rien Verhoef is er onder meer, Hanneke Verschuur, Sjaad Bruinja, dacht ik, hartelijk welkom. De organisatie Lira houdt zich bezig met auteursrechten en zorgt ervoor dat de auteurs en vertalers ook hun geld krijgen, zeg maar, als hun boeken worden uitgeleend. Daarnaast is er een klein deel wat gebruikt wordt om sociale en culturele projecten te financieren. Goede doelen dus. Het Lirafonds ziet misschien de Woutertje Pieterse als een goed doel. Ik weet niet, wij zitten hier dus... voor de Woutertje Pietersprijs, voor de uitreiking. En het voelt heel vreemd om het gevoel te hebben van... oké, wij zijn misschien een van de goede doelen. Ik realiseerde mij dat sinds 1998 het Lirafonds ons... en dan bedoel ik ons, wij als bestuur, ons financiert. En het mogelijk maakt dat wij deze uitreikingen, zoals wij die nu al vele jaren doen, te realiseren. En ik kan niet genoeg benadrukken dat, dat wij daar heel blij mee zijn en dat wij ook ons geen betere sponsor kunnen wensen. Ik zou daar best een applaus voor geven. Ook een heel hartelijk welkom voor Marijke Boon, die dit jaar het Roverslied voor ons gaat vertolken. Samen met Michiel Lamers op klarinet. Hartelijk welkom beiden. Om het onderwijs te ondersteunen, of in ieder geval aan te moedigen om ieder jaar iets te doen met het werk dat bekroond is, hebben we sinds ons 20-jarig jubileum lesmateriaal kunnen laten maken met dank aan Stichting Lezen bij deze. Het materiaal is geschreven door Lieke van Duin, publicist, schrijver, redacteur, en Jos van Hest, publicist en poëziedocent, dichter. Zij doen dat prachtig. Als u tijd hebt, moet u eens op de site kijken en het materiaal gewoon eens bekijken, want dat is ieder jaar wederom schitterend. Het is een paar jaar gebeurd met financiering van Stichting Lezen, maar dus ook met financiering van Leesgoed. Het tijdschrift dat helaas dit jaar niet meer bestaat. Onder het zwart de kleuren, vetkrijtjes voor cultuuroptimisten. Dat is de titel van de Woutertje Pieterse lezing dit jaar. Het is wel grappig, want deze titel staat op de uitnodiging. Onder het zwart de kleuren, vetkrijtjes voor cultuuroptimisten. Maar gisteren bekeek ik de lezing van Mario de Sadeleer. En daar stond onder het donker de kleuren. Ik denk dat zwart nog iets pessimistischer is dan donker. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurd is in die tussentijd. Dus tussen het insturen van de titel en de definitietitel. Definitieve titel nu. Ik geef met veel genoegen het woord aan Mario de Sadeleer. Goedemiddag, dames en heren. Dank voor de vriendelijke woorden. En dank om mij te wijzen op die kleine slordigheid, want tussen het moment dat je zo'n titel moet indienen en het moment dat die tekst dan op papier komt, daar zit wel een poosje tussen, mag ik u verklappen. Niet dat er zoveel veel zwartere dingen gebeurd zijn inmiddels. U mag die titel zien als een kleine hulde aan AFTH van der Heijden onder het plaveisel Het Moeras.
omdat kinderboekenmensen en leesbevorderaars niet alleen maar jeugdliteratuur lezen. Maar jeugdliteratuurmensen en leesbevorderaars zijn het wel aan zichzelf verplicht om wat positiever in het leven te staan dan de beoefenaars van de grote literatuur. En daarom onder het zwart de kleuren. U kent die techniek waarschijnlijk, of diegenen onder u die met kinderen omgaan. Het is een techniek waarbij je eerst op een blad papier met vetkrijtjes verschillende kleurenvakken aanbrengt. En daarbovenop gaat een laag zwarte verf. En wat er daarna gebeurt, is dat een kind dan met een scherp pennetje een tekening maakt en daardoor de kleuren weer tevoorschijn haalt. Het zwart versterkt dan de felheid van de kleuren. Want om kleur te zien, heb je licht nodig. Maar om kleur te waarderen, heb je donker nodig. Toen de Vlaamse Stichting Lezen, waar ik voor werk, nog jong was, dat is zo'n goede 10 jaar geleden, voelden we de behoefte om een soort charter voor onze vereniging te maken. Een geloofsbrief. Wat waren onze beweegredenen? Waarop zouden we onze acties baseren? Waaraan zouden we onze plannen toetsen? Waaraan zou men de acties van Stichting Lezen kunnen herkennen? Het moet 2004 geweest zijn toen ik onze gouden regels voor het eerst aan een publiek presenteerde. Het waren er 11. Ongeveer evenveel als er toen toehoorders in de zaal zaten. Gaandeweg kregen we meer toehoorders en minder gouden regels. En in de brochure van 2006 waren het er nog 5. Een charter is geen wet. We zouden wel een heel starre vereniging zijn als we onze uitgangspunten niet af en toe opnieuw zouden toetsen. Het is wel eens gebeurd dat ik in plaats van vereniging verenging typte. Een mens moet daar een beetje mee oppassen. Onze eerste gouden regel luidde: wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Het was de basis voor projecten als boekbabies. Jullie noemen dat boekstart, wat ik eerlijk gezegd een beetje een raar Nederlands woord vind. En het was de basis voor de voorleesweek, een ander project van Stichting Lezen. We hadden er in presentaties en filmpjes een filmpje bijgehaald van een 5-jarige Kim Kleisters. Kim Kleisters was toen ter tijd, nog tot zo'n 5-6 jaar geleden, een hele grote Vlaamse tennisvedette. Voor degene voor wie de grens soms een beetje hoog is, vertel ik dat erbij. En het filmpje bestond eruit. Je moet weten dat haar vader een bekende voetballer was. En men had aan de kleine Kim Kleisters gevraagd wat ze later wilde worden. En daar stond ze met een racket dat bijna zo groot was als zij zelf. En zij zeide: tenniskampioene. En dat heeft ze ook gedaan. Maar ik kom terug op dat boekbabiesproject dat inmiddels zo stevig gevestigd is dat we er wel eens kritisch naar kunnen kijken. Aanvankelijk bestond er geen twijfel over dat het Nederlands de aangewezen taal was voor de eerste ervaringen van kinderen met boeken en verhalen. Vandaag weten we dat niet meer zo zeker. Is het niet beter dat ouders en kinderen elkaar eerst vinden in hun eigen moedertaal, wat die ook is en ook als die niet het Nederlands is? Een dergelijke vaststelling maakt het leven van een leesbevorderaar niet makkelijker. Want een taal is meer dan woorden en met een andere taal geef je ook een andere benadering van de werkelijkheid mee. Misschien toon je niet voldoende respect als je ouders in een patroon dwingt dat hen niet natuurlijk ligt. Het lijkt bijvoorbeeld niet voor alle bevolkingsgroepen even vanzelfsprekend dat je met een kind dat nog niks terugzegt, praat. Je hoeft niet eens uit een ver land te komen om dat vreemd te vinden. Want we hebben gemerkt dat de meeste Nederlandse en Vlaamse vaders het helemaal niet evident vinden om
spontaan te gaan praten tegen een kind dat nog niks terugzegt. En voorlezen vinden zij dan ook pas leuk vanaf het ogenblik dat er met zo'n kind wat meer interactie komt. En daarnaast wordt de mondigheid zoals we die kennen van Nederlandse kinderen niet in elke gemeenschap even hoog gewaardeerd. De voorzitter van de Vlaamse Stichting Lezen is professor Koen Jaspaert en zijn specialiteit is taal en migratie. En hij vertelt graag van een onderzoek waarbij foto's van mensen getoond worden van wie de mond met een doek bedekt is. Alle Vlamingen aan wie die foto's getoond werden, interpreteerden die als deze mensen zijn monddood gemaakt. Maar de meeste Marokkanen en alle Turken aan wie de foto's bij het onderzoek getoond werden, die zagen erin een illustratie van de wijsheid: zwijgen is goud. Daar staan we dan met onze zorg om taalontwikkeling en de wetenschap dat te veel kinderen de kleuterschool binnenkomen met een woordenschat die honderden woorden armer is dan die van kinderen die opgroeien in een woordcultuur en waar thuis wordt voorgelezen. Mogen we, vragen we ons af, met de beste bedoelingen uiteraard deze kinderen en deze gezinnen onze cultuur opdringen? Tonen we ten opzichte van hen wel genoeg respect op die manier? En ik kon het niet laten, maar even terzijde over cultuurverschillen. Ik kan me voorstellen dat als hier straks iemand naar binnen zou wandelen, een willekeurige buitenlander, die niet al te veel kennis heeft van de Nederlandse literatuur en niet al te veel waardering zoals wij die hebben voor ironie, kan me voorstellen dat hij vreemd zou opkijken van de tekst van dat woeste roverslied dat hier straks weer met veel enthousiasme zou gezongen worden. Een andere basisregel die we in der tijd formuleerden was: kinderen en volwassenen leven in dezelfde wereld. Het was een pleidooi om kinderen ernstig te nemen en hen niet af te schepen met alleen maar roze verhaaltjes en dolle avonturen, omdat ze net zo vaak als volwassenen te maken krijgen met verdriet en gemis. Wij bepleiten toen en nu nog dat boeken een prima hulpmiddel kunnen zijn om moeilijke onderwerpen met kinderen ter sprake te brengen. Korte tijd geleden hadden we in Vlaanderen de kunstenares en activiste Soheila Nayant te gast. Ze is van Iraanse afkomst, maar ze noemt zich met heel veel trots Nederlandse. Ze vertelt wat het betekent om trouw te blijven aan je afkomst zonder starheid, maar met veel inlevingsvermogen en in open dialoog. Zij vertelt hoe haar zoontje op een dag thuiskomt van school en vraagt: hoe lang moet ik nog tweede zijn? En wat bedoelde hij? Als ik bij mijn vrienden thuiskom, zijn zij de baas en bepalen zij wat er gespeeld wordt, want zij zijn thuis. Maar als mijn vrienden hier komen, in ons huis, zijn zij ook de baas. En zij bepalen ook wat er gespeeld wordt, want zij zijn de gasten. Soheila Nayant bepleit een nieuw cultureel burgerschap en een samenleving van autonome burgers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en met interne discipline en doorzettingsvermogen denken en dialogeren over democratie, migratie, solidariteit, participatie en integratie. Ze pleit daar niet alleen voor, ze wijdt daar ook haar beste krachten aan. Zaterdagavond, ik kijk televisie. Een televisiereeks uit Groot-Brittannië, die speelt in de 60er jaren, heet Inspector Gently. Ik weet eigenlijk niet meer of ik dat nu op de Vlaamse televisie gezien heb of of het hier op de Nederlandse televisie was. In elk geval, in die aflevering is een van de hoofdfiguren een zwarte man die zijn kinderen vertelt dat hij in de Tweede Wereldoorlog gevechtspiloot was. In de loop van het verhaal komt aan het licht dat dat helemaal niet waar is en dat hij altijd een eenvoudige magazijnier is geweest. Is hij een leugenaar? Ja, zegt onze rechtlijnige westerse moraal. Maar misschien
kunnen we begrip opbrengen voor het feit dat hij zijn kinderen iets wilde geven om trots op te zijn. Nee, de wereld die we voor ogen hebben, waarin kinderen en volwassenen samenleven, is er niet eenvoudiger op geworden. Misschien vindt u dat ik te ver afwijk van het thema van deze bijeenkomst en ik zal mijn leven beteren, ik kom weer wat dichter naar de jeugdliteratuur. Een van onze basisregels is, je leert van wie je bewondert. En kinderen die bewonderen, dat is een troostende gedachte die we niet genoeg kunnen herhalen, denk ik, hun ouders en hun leraren. We moeten dat maar vaak herhalen voor die kinderen in de puberteit komen, want dan verandert er wel een en ander aan die idolen. Deze week is het in Vlaanderen Jeugdboekenweek. Ook Ketnet, de kinderzender van de VRT, besteedt aandacht aan boeken in die week, in de uitzending en op de website. Het item over de Jeugdboekenweek kreeg op de eerste dag 13 likes. Het item over een nieuwe trend die goating heet, ik weet niet of u er al van gehoord hebt, maar het komt erop neer dat je in een popsong op een gegeven moment de stem van de zanger of de zangeres vervangt door het gemekker van een geit. Dat item kreeg 840 likes. Om de Jeugdboekenweek aan te kondigen werd een filmpje gedraaid in een bibliotheek. En in dat filmpje werd er gepraat met opvallend veel kinderen die een brilletje droegen. Voor de goating was een jonge presentator ingehuurd, een Ketnet rapper heet dat. De man leek aan ADHD te lijden en hij lachte vooral heel hard om zijn eigen grapje. Ik denk dat het moeilijk is als opvoeder en als saaie ouder om tegen zo'n idool op te kunnen. Aan kinderboeken kun je doorgaans heel goed de tijdgeest aflezen. In de 19e eeuw verkondigden de kinderboeken de burgerlijke waarden van deugdzaamheid en gehoorzaamheid en matigheid. Of zoals Multatuli dat in Woutertje Pieterse beschrijft, de papieren perziken der naarstigheid. In recenter tijden hebben we achtereenvolgens meegemaakt dat de jeugdliteratuur bij voorkeur het roemrijke verleden opriep in historische verhalen. Dat de emancipatie van volkeren en vrouwen en nieuwe samenlevingsvormen bezongen werd. Dat fantastische verhalen de werkelijkheid inkleurden. En op dit ogenblik lijkt het zo dat vooral boeken die willen amuseren de kinderboekenmarkt overstromen. Tekenend vind ik overigens dat ook de leesbevordering graag en vaak de term leesplezier gebruikt. Ik vind dat eigenlijk een kreet die heel licht fout kan begrepen worden. Plezier roept te gemakkelijk fun op en leeghoofdige lol en vrijblijvende spanning en gemakkelijk spel en clichés en gegichel en op papier vooral veel uitroeptekens. Is het dan zo dat een tijd die als moeilijk wordt ervaren vraagt om dat soort ontspanning, ontsnapping, noem het hoe je wil? Misschien komen de meeste jongeren en in één adem ook de meeste mensen vandaag de dag op eigen houtje alleen tot gemakkelijke boeken. Bestsellers, hypes, boeken die alleen maar spannend en of grappig zijn. Niemand die hen dat kwalijk neemt. Het is niet hun falen, vind ik, als ze niet verder komen, maar het onze. Als wij als leesbevorderaars en de Franse Michel Petit, die we laatst ook eens op bezoek had in Vlaanderen, die gebruikt het woord passeur. En passeur is net zo goed een smokkelaar, zelfs een drugsmokkelaar, maar ook een veerman. En als zij dat woord gebruikt, dan moet ik eraan denken dat een boek dat wij aanbieden de moeite waard moet zijn. Misschien is het niet meteen en niet helemaal te doorgronden, maar wij hebben zelf dan ook een hele vloot aan veerbootjes en aan geheime paden en aan sluipwegen, wegen en trucs om de boeken te brengen bij diegenen die erop zitten te wachten. Misschien zonder dat ze het weten. Diegenen die zich herkent in een boek, diegenen die het naadloos past, diegenen die erdoor opgetild wordt, getroost misschien,
en geprikkeld, hopelijk. Want het soort boeken dat wij kinderen of volwassenen vandaag de dag nodig hebben, om te groeien tot vrije mensen die kritisch zijn, maar niet bang, opent onze ogen, wekt onze nieuwsgierigheid, prikkelt denken en doen, stimuleert solidariteit, nuance en bereidheid tot veranderen. Die boeken zijn geestig, in de brede zin van het woord, en denk niet dat ze saai zijn, want de mooiste zijn op een intelligente manier grappig. Ik heb me voorgenomen dat lelijke woord dat met een C begint en waar alle nieuwsmedia vandaag bol van staan, tijdens deze lezing niet in de mond te nemen. Ik ben ook opgehouden met al die krantenberichten te lezen waarin staat dat toneelgezelschappen acteurs ontslaan, dat de boekenverkoop daalt, dat een veilinghuis moet sluiten, dat een museum, enzovoort, enzovoort. Ik ben al die verloren percenten en die min miljoenen zat. Als er bezuinigingen aangekondigd worden, dan moeten we van onze neus maken. Dat is Belgisch-Nederlands. Dan moeten we opspelen, dan moeten we alle argumenten aanhalen, dan moeten we schreeuwen tot we schor zijn. Dat is onze dure plicht. Maar als blijkt dat we het niet halen met ons project, moeten we het geweer van schouder veranderen. Niet zoals dat te vaak gaat in omstandigheden waarin de ene bedelaar de andere benijdt. Kunnen we niet meer samenwerken? Laten we erover nadenken of de manier waarop we het altijd gedaan hebben wel de beste is. Hoe vaak gebeurt het niet dat als de eerste optie niet haalbaar is voor een plan, het alternatief uiteindelijk veel sterker blijkt? We mogen en we moeten woedend de besnoeiingen bestrijden, maar laten we onze vindingrijkheid aanboren. Niet omdat we het eens zouden zijn met diegenen die roepen dat cultuur maar franje is, of luxe, of een kers op een inmiddels oudbakken taart. Maar juist omdat we cultuur onmisbaar vinden, omdat we onze verantwoordelijkheid ernstig nemen en omdat we weigeren te geloven dat geld het allerbelangrijkste is. Winston Churchill kreeg tijdens de oorlogsjaren, toen hij de Britse premier was, in Groot-Brittannië uiteraard, van zijn adviseurs te horen dat de verhoogde uitgaven voor defensie bezuinigingen op cultuur vroegen. Churchill zou daarop geantwoord hebben: waar vechten we dan voor? Wij staan niet in de schoenen van een premier en er rolt niet elke keer dat we onze mond open doen ook een rake one-liner uit. Maar ik heb het van Annie Schmidt onthouden: zeur niet. We laten ons niet wijsmaken dat de literatuur er niet toe doet en dat andere, lichtere media haar verdringen. Integendeel. Andere media zijn de literatuur schatplichtig. Een gedicht van Wislawa Szymborska inspireerde kineast Kieslowski tot zijn film Roer. En recenter en populaire films zoals Life of Pi, The Hunger Games, We Need to Talk About Kevin, Les Misérables, Anna Karenina, The Hobbit, talloze verfilmingen van Charles Dickens en van Jane Austen zijn allemaal op een boek gebaseerd. Sla er Google eens op na als u wil, daar vindt u maar liefst 200 pagina's met films waarvan het scenario teruggrijpt naar een boek. En in die lijst, ik heb het gecheckt, komt James Bond niet eens voor. Of luister op zondagochtend eens naar Songboek op VRT Radio 1. Daar hoor je tussen 9 en 10 uur John Cale, Sinead O'Connor, Tom Waits, Nina Simone, The Cure, The Dead Milkman. Allemaal met muziek die gebaseerd is op literatuur. Of geïnspireerd is in elk geval door literatuur. Vorige week hebben we in Vlaanderen de cultuurprijs voor jeugdliteratuur uitgereikt aan Els Beerten voor het boek Allemaal willen we de hemel. Het was een viering zoals het hoort, met mooie toespraken, met trompetmuziek. Wie het boek gelezen heeft, weet waarom dat zo was. En met aandacht voor de vertalingen die het boek gekend heeft. Maar het mooiste was een gesprek over het boek met vier lezers. Ik moet eerlijk zijn, het waren vier lezeressen. Meisjes tussen 13 en 15 jaar.
Ze hadden het over het heldendom in het boek en over lafheid en hoe ze zichzelf maten aan de helden. Ze hadden het over hun verwachtingen van het boek en over hun favoriete personages en passages. Over de afloop die lang niet happy was en die dat volgens hen ook niet kon zijn. Over de momenten dat hun adem stokte en dat ze de personages uitscholden. Ze hadden vragen voor de auteur en ze luisterden heel aandachtig naar elkaar. Ik kan nu al zeggen dat dat gesprek voor mij een van de belangrijkste professionele gebeurtenissen is van het afgelopen jaar. Van het, moet zeggen, net begonnen jaar. Tot slot. Vorige week hebben we bij mijn huis een beuk moeten vellen. Die beuk was meer dan 100 jaar oud. De boom was ziek geworden omdat hij het asfalt van de weg en de herhaalde werkzaamheden aan de gasleidingen bij zijn wortels niet verdroeg. Er staat nu een soort totempaal. En de mannen, de klimmers, eigenlijk acrobaten, die met touwen en musketons verzekerd tot in het topje van de boom geklommen zijn, en die de boom daar vandaan stukje bij beetje en gecontroleerd gekapt hebben, die hebben nadat ze de klus geklaard hadden, zonder dat we erom vroegen, uit een groot stuk hout, liefdevol een bankje gezaagd. Ik had liever de boom. Maar de 4 meter hoge totempaal die achterblijft is machtig. En het bankje is grappig en uitnodigend. We hebben een groot stuk donkere stam laten liggen waarop een bonte nieuwe biotoop kan ontstaan waar we erg nieuwsgierig naar zijn. Dank u wel. Major de Sadeleer, dank je wel. En dan nu, een moment wat altijd weer spannend is. Ik geef het woord aan Hanneke Groenteman, voorzitter van de jury. Ik wil even genieten van het moment dat ik iets weet wat u allemaal niet weet. Maar een heel kort moment. Goed, beste lieve aanwezigen. Dit is het juryrapport van de Woutertje Pietersenprijs 2013. Wat is het toch erg om kind te zijn, verzuchtte een van de juryleden tijdens de laatste vergadering. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat we zo vaak terugverlangen naar die periode, zei een ander. Wie denkt dat kinderen een zorgeloos leven leiden, lezen eens een jeugdboek. Opgroeien is geen pretje, als je de jeugdboeken uit 2012 mag geloven. Het begint al op school, met juffen, meesters, klasgenootjes, die heus niet altijd zo aardig zijn als papa en mama hadden beloofd. En die ouders zelf, wat een sukkels. Maken ruzie, lopen weg, drinken te veel en weten zich geen raad met hun kroost. Of ze zijn juist zo dol op hun kinderen dat ze hen verstikken met een overdosis liefde of te hoge verwachtingen. En dan zijn er nog vriendschappen die een kind geacht wordt te hebben. Maar schei uit, ook daarin kan ook heel veel misgaan. Dat geldt al helemaal voor de liefde. Dat is pas rampspoed. Want wie wordt er nou verliefd op jou? Niemand toch? Of alleen de verkeerde? En dan is er dat rare lijf dat je met je meezult, dat maar doorgroeit en zijn eigen gang lijkt te gaan. Trouwens, alleen als je geluk hebt, ben je niet behept met ADHD of een andere stoornis. Maar die kans lijkt klein. Is dit allemaal overdreven? Ja, natuurlijk. Maar er zit wel een kern van waarheid in. De jury van de 26e Woutertje Pietersenprijs kreeg dit jaar opvallend veel boeken onder ogen waarin problemen met hoofdletters worden geschreven. Is dat erg? Nee hoor. Literatuur gaat niet over vlot verlopende levens en eenvoudige verwikkelingen. Een probleem is vaak de motor van een goed lopend verhaal. En literatuur mag, nee, moet de vinger op pijnlijke plekken leggen. Literatuur kan schuren, schrijnen en knerpen.
Jeugdliteratuur is daar geen uitzondering op. Veel van de huidige jeugdliteratuur sluit bijna pijnlijk aan bij de actualiteit en gaat over kinderen die worden buitengesloten om hun anders zijn. Ze worden gepest en gaan zich daar soms ook naar gedragen. Of ze proberen zich te conformeren of ze slaan op de vlucht. Kinderen zijn kwetsbaar spul. Volwassenen zijn gelijmde kinderen, zei de Vlaamse journalist Johan Antierens een keer. Kwetsbaar spul waarin barsten, scheuren, butsen en deuken ontstaan, die de rest van het leven kunnen doorwerken. De jury las boeken waarin een probleem eendimensionaal wordt neergezet en die snel naar een oplossing toewerken. Dat is niet zo interessant. Boeiender literatuur lazen we van auteurs die durven af te wijken van dat stramien en een gelaagd verhaal componeren met verrassende wendingen. Dat geeft hen de mogelijkheid om te spelen met verwachtingspatronen. Er worden nuances aangebracht en zaken omgedraaid. Deze boeken lopen goed en kwaad door elkaar en er zit veel grijs tussen het zwart en het wit. Welke boeken stegen er nou bovenuit? Een boek dat een bijzondere aparte vermelding verdient is De Nacht van 2 april van Jan Simoen. Deze Vlaamse schrijver is ons begin dit jaar na een slopende ziekte ontvallen en zijn laatste boek verscheen vlak voor zijn dood. Hij laat een spannend jongensboek na over buitenspelen, buitenspelen en nog eens buitenspelen. Een persoonlijk getint verhaal over zijn eigen jeugd en een oorlogservaring van zijn ouders. Het bewijs dat er wel gelukkige kinderen bestaan in deze wereld. De jury hield uit de 127 ingestuurde boeken een kwartet kanshebbers over die opvallende raakvlakken hebben. Het zijn alle vier boeken over kinderen die worstelen met zichzelf omdat ze anders zijn of zich anders voelen. Marianne de Smet schreef met Rotmovie een filmische roman over de letterlijke tocht van een jongen om tot loutering en meer zelfkennis te komen. Een broos boek over verliefdheid, de dood, gemis en eenzaamheid, waarin een onverwachte vriendschap redding brengt. Ook Zwarte Zwaan van Gideon Samson gaat over vriendschap. Maar in dit boek is niets wat het lijkt. In een ingenieuze constructie speelt de auteur met dader en slachtofferschap en stelt hij op een indringende manier grenzen aan de orde. De jury was ook uitermate gecharmeerd van 13 rennende hertjes van Edward van de Vendel. Een verrassend kinderboek over een unieke ervaring en de fantasie als reddingsboei. Mede door de combinatie met de magistrale tekeningen van Matthias de Leeuw, onthoud die naam, een op en top jeugdboek. En dan is er dat boek over die jongen, waarvan de naam ergens in een hoekje van onze hersenpan verscholen zit en even losgepeuterd moet worden. Oh ja, dat was hij. Een historisch personage van bijna 2 eeuwen geleden. Een fascinerende figuur over wie tal van verhalen rondgaan en wiens geschiedenis tot op de dag van vandaag vele schrijvers, historici en onderzoekers bezighoudt. Hoe zat het ook alweer met hem? De auteur moet zich die vraag ook gesteld hebben en is in navolging van andere grote kunstenaars het avontuur aangegaan. Ze, want het is een zij, schreef een boek dat je een historische roman kunt noemen. Er verschenen ook vorig jaar weer veel boeken met een geschiedkundig thema. En de jury is tevreden over de kwaliteit, al blijven sommige auteurs wel erg dicht bij de gebeurtenissen. Het is de kunst om meer te doen dan vertellen wat er is gebeurd. Stel nou dat de personages tot leven komen, dat je met ze meevoelt, dat je in spanning zit over de afloop en je afvraagt wat feit en wat fictie is. Stel dat het historische wordt vervormd en verfraaid, dat er een eigenzinnige invulling aan wordt gegeven. En stel
dat het verhaal ook nog eens zeggingskracht heeft en ons misschien wel iets leert over de huidige tijd. Stel dat een dergelijk boek ook nog eens geweldig mooi geschreven is, in verschillende stijlen die bij de personages passen. Stel dat het boek spannend is, dat de scènes goed zijn opgebouwd en dat de schrijver respect afdwingt. Dat boek bestaat en dat wint de Woutertje Pieterse prijs 2013. Het winnende boek is een boek dat genres overstijgt. Het is een historische roman, maar ook een psychologische thriller en een indringend coming-of-age verhaal met hier en daar magische elementen. Het boek is ambitieus en misschien zelfs een beetje pretentieus, maar het maakt die pretenties waar. De hoofdpersonen zijn de fictieve Manfred en de historische persoon Caspar Hauser. Twee outcasts, jongens die buiten de maatschappij vallen en van wie de levensverhalen razend knap met elkaar zijn vervlochten. Toch is het geen boek over slachtoffers, want ook hier is niets zwart-wit. Goed en kwaad lopen dwars door elkaar heen en de rollen worden regelmatig omgekeerd. Manfred is een mismaakte jongen met een hazenlip en daardoor uitgestoten. Zijn lelijkheid is een loodzware rugzak die hem bij zijn hunkering en naar geluk en liefde hindert. De jongen is zo afstotelijk dat mensen voor hem aan de kant gaan. Hij is afhankelijk van de onvoorwaardelijke liefde van zijn moeder. De auteur verweeft het verhaal met dat van een andere uitgestotene, Caspar Hauser, het kind dat tot zijn 16e in een kelder leefde en toen de wereld is ingeschopt. Ook een verworpeling, niet door zijn uiterlijk, maar door zijn anders zijn. De auteur zet een labyrinth uit, een doolhof waarin de lezer kan ronddwalen en de weg kwijt kan raken om uiteindelijk weer het juiste pad te vinden. De puzzelstukjes van het grote raadsel worden langzaam in elkaar geschoven tot een kloppend geheel. De verschillende verhaallijnen komen uiteindelijk allemaal samen, maar dan heb je wel een leeservaring achter de rug om u tegen te zeggen. Op het graf van de echte Caspar Hauser staat geschreven: hier ligt Caspar Hauser, een raadsel van zijn tijd, zijn geboorte onbekend, zijn dood duister. De auteur heeft een monument opgericht voor Caspar Hauser en daarmee voor alle verstotenen en onzichtbaren. Het mogen duidelijk zijn. De jury kent de prijs toe aan een auteur die met haar 50ste boek een geraffineerd kunstwerk afleverde. De Woutertje Pieterse prijs 2013 is voor Christine Dieltiens en haar dappere kelderkind. Bedankt. Oh, dan gaan we even naar het midden. Ga ik even kijken. Dat bedank je nog niet. Nee, nou, ik ga eerst iets geven. Die check die heb je nog niet, dus er valt er helemaal niets te bedanken. Oké. Nou, eens even kijken. Nee, we gaan even hier in het midden. Want ja, ik kan daar niks aan doen. Het is allemaal afspraak en regel en licht. Dat vooral. Ik heb hier een envelop. En in die envelop. Oh, dat is ook leuk. Een check. Misschien kunnen we hem even omdraaien.
seconden. Ja, maar de check is misschien leuker. Ik zal hem voor je. Ik zal ze allebei voor je terug doen. Ah, oké. Dankjewel. En je wil graag hierachter, hè? Neem ik aan. Zal ik voor jou de bloemen weer wegzetten? Geachte leden van de jury. Beste bestuursleden van de Woutertje Pietersenprijs. Uit het diepst van mijn hart bedank ik u voor deze grote eer die mij te beurt is gevallen. Ik, de Woutertje Pietersenprijs, het is nog steeds niet helemaal tot mij doorgedrongen. Alle schrijvers en illustratoren waar ik een grote bewondering en respect voor koester, zijn mij voorgegaan. Daarom duizendmaal dank. Niet alleen voor de erkenning van mijn schrijverschap, ik ben immers een laadbloeier, maar vooral omdat u mijn twee verschoppelingen, mijn twee antihelden, in uw hart hebt gesloten. Dankzij deze prijs zullen ze langer leven. Ik win aan zelfvertrouwen en mijn laptop uit de tijd van Louis XIV kan vervangen worden. Ik ben een gelukkige vrouw en daar zijn mijn echtgenoot, onze 6 fijne kinderen, een kleindochter van 2 weken zeker de oorzaak van. Maar het mogen schrijven, het gelezen worden en daar nog eens erkenning voor krijgen, is de kers op de taart. Een mooi boek maak je niet alleen. Hier zijn Marita Vermeulen en Bart en vele anderen van de uitgeverij De Eenhoorn mee verantwoordelijk voor. Maar mijn dank gaat vooral uit naar mijn moeder, die er niet meer is. In mijn jeugdjaren, toen er nauwelijks Vlaamse jeugdboeken bestonden, verslond ik als 10-jarig meisje de Nederlandse chiclit van die tijd. Polly Parker, Loesje Mertens, Merel van Hagen en Marjoleintje van het Pleintje. Ik was gek op Hollandse moeders die stevast na schooltijd thuis klaarstonden met een kopje thee en een stukje tulband. Tulband met stukjes sucade, dat was voor mij een exotisch woord. Tulband, zoveel lekkerder klonk dit dan gewoon maar cake. Ik wilde ook zo'n moeder. Maar daar had mijn moeder geen tijd voor. Zij verwende me met wat anders. Zij kocht voor mij andere boeken, zonder superleuke of populaire meiden. Het waren de klassiekers, veel bekroonde en vertaalde boeken. De covers vond ik maar niets. De titels spraken me niet erg aan, maar ik las ze. Correctie. Ik verslond ze, smulde ervan, vergat ze nooit en ze smaakte lekkerder dan tulband. Mijn moeder schreef ook kleine gedichtjes en mijmeringen in haar huishoudboekje. Ze stonden tussen de recepten van gehakt brood en gevuld konijn met pruimen. Toen ik het boekje in handen kreeg, las ik het volgende. Ooit stond ik als klein meisje voor een veld met witte margrieten. Ik zag het vele wit en kreeg de behoefte om alles in te kleuren. Ik haalde mijn verfdoosje en begon alvast 1 margriet te beschilderen. De verf pakte niet zo goed, maar toch was ik ervan overtuigd dat ik ooit alle margrieten zou beschilderen. Die avond vroeg mijn vader wat ik had gedaan. Ik antwoordde, ik heb een margriet geschilderd. Hij antwoordde, dan heb je meer gedaan dan ik. En dat is wat ik verder wil doen, de margrieten van mijn moeder beschilderen. Dank je wel.
Christine, ook in dit boek Kelderkind is de moederfiguur, de moeder van Manfred, een van de personages, een belangrijk personage. Ja, dat klopt. Is dat geënt ook op je eigen moeder of heeft dat helemaal niets met elkaar te maken? Ik denk dat dat heel veel moeders verbindt. En zeker moeders die een kind hebben waar een opdracht, die met een opdracht geboren worden. Ik denk dat ze onbewust ervaren dat hopen dat hun liefde een soort van bunker mag, kan zijn, waarin het kind toch nog een paar jaren gelukkig in mag vertoeven. Hè. Ook al weten zij op voorhand ook dat dat niet vol te houden is. In hoeverre is dat voor Manfred het geval? In hoeverre kan zij, die moeder, een bunker voor hem zijn? Zolang, en dat beschrijf ik in het boek, zolang dat ze hem kan dragen, want ze draagt hem eigenlijk bijna tot zijn 6 jaar, heeft ze het gevoel, moet ik hem niet lossen, moet ik hem niet overleveren aan de wereld die wreed is. En dat is eigenlijk een heel schoon gebaar. Ik weet dat er in sommige stammen in Afrika kinderen zijn die tot hun 2 jaar gedragen worden. En als een moeder even iets anders moet doen, wordt het kind gewoon doorgegeven aan een andere moeder. En dat gebaar, dat ontroert mij. Ja. Weet je waarom het je ontroert? Juist vanuit die grote behoefte om een kind te beschermen. En ik denk dat dat van alle moeders is. Hè. De ene kan dat wat beter dan een ander. Nu, in het begin had ik mijn moeder niet echt een grote rol toebedeeld. Maar mijn uitgeefster had al een stukje geproefd van het boek. En ze zei me, alsjeblieft, vertel verder over die moeder. En dat heb ik gedaan. Dus dank aan mijn uitgeefster ook. Hoe vind je dat als je uitgeefster dat zegt? Verbaas je dat dan? Of kan je daar iets mee? Of moet het je op een ander spoor brengen? Ik sta altijd open voor wat mijn uitgever zegt. Er moet toch altijd een basis van vertrouwen zijn voordat je samen een boek gaat maken. Want je geeft tenslotte met een manuscript een geestelijk kind af. Dus dat is dezelfde beweging die je doet als moeder met je fysieke kinderen. Je wil dat in alle vertrouwen aan iemand geven en je hoopt dat die mee borg staan dat dat kind ter wereld kan komen. Dus daarom moet ik dat vertrouwen hebben en luisteren naar haar of naar hem. Nou, dat is goed gelukt hier, want er ligt een prachtig boek. Er zijn 2 personages, Manfred en Caspar Hauser. In hoeverre zijn er overeenkomsten en verschillen tussen die 2? Het zijn 2 tegengestelde figuren, maar het zijn allebei kelderkinderen. Caspar Hauser heeft fysiek in een kelder doorgebracht en daardoor is zijn ontwikkeling volledig gestopt. Die ontwikkeling moet hij daarna inhalen. Maar Manfred is een kind dat eens zijn moeder hem lost, komt hij in een vrede wereld terecht en ervaart hij hoe mensen omgaan met iemand die een beetje een creatuur is. Want zo wordt hij genoemd, een creatuur. Geen creatie, iemand die naar Gods beeld geschapen is, maar iemand die naar een creatie van de duivel is. Dus zo dacht men ook in die tijd. En langzamerhand sluit hij zijn gevoelens af. Hij wil zijn kwetsbaarheid in zichzelf helemaal dicht maken, donker maken. Hij wil eigenlijk toch in het leven staan. Hij gaat ook in het leger. Hij is bang voor alles en toch wil hij dapper zijn. Maar eigenlijk sluit hij zichzelf op in zijn eigen innerlijke kelder. Dus hij sluit zich ook af voor de wereld. En dat is de verwantschap tussen de 2. Dus het zijn 2 soorten kelderkinderen. Nou is bij de een vooral de moederfiguur heel belangrijk en bij de ander de vaderfiguur. Bij Caspar Hauser is dat vooral de vaderfiguur. Ja. Is dat bewust? Bij Caspar Hauser heeft zijn moeder nooit gekend. Die is ook heel belangrijk. Waarom? Omdat hij hunkert om ooit een moeder gekend te hebben. En hij kent ze natuurlijk niet. En als hij bevrijd wordt, op 16, 17-jarige leeftijd, door een donkere man die zijn gezicht niet toont, is dat zijn eerste ervaring met een mens. Dus hij weet zelf niet eens van zichzelf dat hij een mens is. Hè. Hij is het.
hebt. Zelfs ja. dat nog niet in het begin. En die mens is voor hem heel de wereld dan. En ik denk dat dat typisch is voor kinderen. Kinderen verbinden zich vanuit een hele grote loyaliteit naar de volwassenen rond hen. En of dat die volwassenen dat verdienen of niet, dat staat hier buiten. Die enorme grote loyaliteit, die is er. Wil je een stukje voorlezen? Ja, ik wil dat graag. In het begin was alles goed. Er was water en brood, stro om op te slapen. Mijn voeten waren mijn vrienden. Als ik at of dronk, bewogen ze. Voeten kunnen lachen of treurig zijn. Nooit gaan ze weg. Nooit komen ze te dichtbij. Ze zijn er altijd. Ze laten je nooit alleen. Mijn vrienden, zo vlakbij. Er moest niets. Alles was nu. Er was geen gisteren en geen morgen. Tot de dag dat Vaterman kwam en me de wereld toonde. Hij was de eerste mens in mijn leven. Hij gaf me het leven. Hij verstopte de zon, zodat ik niet blind zou worden. In het donker kun je alles zien. In het licht zie je niets. Een straal licht in het donker snijdt als een mes je ogen dicht. Dan knijp je ze nog meer toe, handen ervoor, donker in jezelf. Het licht verstopt zich in gekleurde vlekjes achter je oogleden. Zo was het voor ik geboren werd. Alles veilig. Ik kon Vaterman niet zien, maar ik voelde hem en ik rook hem. Dan was hij overal. Als hij kwam, stond hij achter me. Mijn landschap werd groter. Zijn handen kwamen erbij. Ik wist niet dat Vaterman ook voeten had en benen en een hoofd en een stem die mij mijn naam gaf. Ik kende alleen zijn geur en zijn handen. Er bestonden maar twee mensen, hij en ik. Zo groot was de wereld. In feite dus een hele kleine wereld voor Caspar Hauser. Er is meer gedaan met ja, dat gegeven van Caspar Hauser. Het is verfilmd, hè? Werner Herzog, toneelstuk van Handke, nou veel meer. Ja. Heb je die film, het toneelstuk bekeken? Heb je je daar nog in verdiept voordat je begon met je eigen boek? Ja, ik heb de film één keer gezien. Jeder voor God und God jeder voor zich und God gegen allen. En dat was toen in 1979, ik denk dat de film van 78 is, denk ik, misschien zelfs eerder. Maar ik was toen zelf zwanger van mijn oudste zoon. En ik denk dat dat iets typisch is, maar een vrouw die zwanger is, is heel ontvankelijk voor indrukken en verhalen die met kinderen te maken hebben. En mij heeft dat toen diep geraakt. En dat is niet uit mijn hoofd, uit mijn systeem gegaan. En in 1985 heb ik van een Nederlandse auteur, Hans-Peter van Manen, het leven gelezen van Caspar Hauser, die het meer op geesteswetenschappelijke leest schooit. Toch boeiend en weer werd ik geraakt en toen was ik zwanger van mijn tweede zoon. Dus, en toen wist ik, ik was zelfs nog ineens geen auteur, maar ik heb toen gedacht, als ik ooit moest schrijven, zou ik hier een boek over willen schrijven. En dan heb ik eerst 49 andere boeken moeten schrijven, voor ik eraan begon. Goed dat je dat 50ste toch geschreven hebt. Ja. Toch, je zei bij het gesprek toen we jou vertelden dat je de prijs ging krijgen verleden week. Ik hou eigenlijk het meest van Manfred. Ja, klopt. Waarom van hem en niet van Caspar? Ja, omdat hij het zo moeilijk heeft. Hij heeft een hazenlip. Zijn vader sterft vroeg. Hij komt in een gezin terecht met zo'n hele strenge gereformeerde dominee. Zo. Ja, dat is afschuwelijk. Het is, ja, waarom doe ik mij dat zelf aan, vraag ik me soms af. Maar het is sterker dan ik. Maar juist daarom is dat vanuit een hele grote, ja,
behoefte om eigenlijk die man te beschermen, dat ik juist van hem zoveel hou. Hè? Dus het is een antiheld. En ik zei het er juist, die populaire meisjes van Marjoleintje van het Pleintje. Iedereen wil zo zijn als ze 10 jaar is. Maar als je ouder wordt, dan begin je toch ook te beseffen dat mensen waar een hoek af is, vaak veel boeiender zijn. Niets geen Marjoleintje. Nee. Heel erg gefeliciteerd met deze prijs en met dit prachtige boek. Heel erg bedankt. Jullie ook allemaal. Ieder jaar brengen wij het, althans wij, zeg ik dan. Ieder jaar wordt het Roverslied hier gebracht. En dit jaar gaat Marijke Boon dat doen met Michel Lamers op klarinet. Marijke Boon rijdt met de mobiele liedkraam. Dat is een van de hoogtepunten op dit moment. Achter haar auto door het land. En speciaal voor de herfst en winter heeft ze dan een indoor versie. Maar meestal gebeurt dat buiten. En het grappige is dat je kan als publiek naar binnen in... dus de auto in en je bestelt je favoriete lied. Ze zingt dan smartlappen, blues, zeegezichten, chansons. En bij ieder lied hoort een schilderij. En die schilderijen die zie je aan de buitenkant van de auto, die hangen daar. En dat zijn op vlaggetjes en dat zijn doeken van Sam Drucker, van Karel Appel, Marleen Velius. En binnen kun je dan het lied horen wat gemaakt is, geënt is op dat schilderij. Dat komen ze hier niet doen. Ze hebben hier in ieder geval een indoorprogramma, laat dat duidelijk zijn. Het Roverslied voor u, met, als het goed is, achter mij. Marijke Boon en Michel Lauwers. Ja. Oh, daar. Hartelijk gefeliciteerd met uw prachtige prijs. Toen mij gevraagd werd of ik bij deze prijsuitreiking het Roverslied wilde zingen, zei ik natuurlijk meteen ja, stuur die tekst maar gauw op. Maar toen kreeg ik die tekst en toen dacht ik nee, die tekst was het niet. Ja, die tekst. Nou ja, en ik wilde eigenlijk de opdracht teruggeven. Maar ja, ik sta eigenlijk zelden voor winnaars. Ik sta meestal voor verliezers. Losers. Dus toen heb ik gevraagd of ik de tekst mocht bewerken. Ik bedoel, als Eduard Douwes Dekker Multatuli heeft verzonnen... Multatuli verzint Woutertje Pietersen, Woutertje Pietersen verzint het Roverslied. Misschien mag Marijke Boon dan. En dat mocht, als ik de tekst maar niet te veel geweld aandeed. In de tekst zelf zit al genoeg geweld. Zoals u ziet. Dus doe die tekst maar weg. Nu komt live het Roverslied. Villa verwoest, daar een klooster verbrand. De koning van 't woud trekt een spoor door het land. Mannen gehangen, vrouwen gehoond. Nee, geen schepsel blijft hiervan verschoond. Dit is een lied over een rover, dus het is een roverslied. Het is een anonieme rover, dus een naam heeft rover niet. Rover schrijf je dubbel O, nou dan noemen we hem zo. Dubbel O, dubbel O, O, O.
jaagt met zijn paard door de nacht. Zijn zwaard heeft een mens omgebracht. De markgraaf is dood, over en uit. En waarom dubbel? Oh, om de buit, de buit. Hij gaat in galop door de nacht. Hij slaat op haar schreien geen acht. Hij noemt haar mijn bruid, sluit haar op in een grot. En waarom dubbel? Oh, om het genot, het genot. Hij dorst weer naar nieuw avontuur. Tekent met bloed, speelt met vuur, voort weer gespoord, wraak is zijn taak. En waarom dubbel? Oh, tot vermaak, tot vermaak. Een villa verwoest, tot vermaak. Een klooster verbrand, de koning van het woud trekt zijn spoor door het land. Mannen gehangen, vrouwen gehoond. Nee, geen schepsel blijft hier van verschoond. Dit was een lied over een rover, dus dit was het roverslied. Een anonieme rover, maar vergeten doe je hem niet. Rover schrijf je dubbel O, daarom noemden we hem zo. Dubbel O, dubbel O, O, O. Marijke Boon en Michel Lauwers, prachtig. Dank nogmaals aan de jury. Dank, Mario de Sadeleer. Dank jullie allemaal. Dank, dank, dank. Wij gaan het vieren, wij gaan feesten, wij gaan drinken, we gaan naar boven. Op de overloop wordt de drank geschonken. De perstafel vindt u in de foyer en ook wordt daar het boek verkocht. Dus laten wij het glas heffen op de winnaar. Dank u wel. Leuk dat u er was.